Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik ben niet eerder aan Velma toegekomen. Nee, dus ik zou zeggen, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. En het is vandaag maandag. Het is bijna 3 uur, 14:49. Het is 28 januari. Ik ben er gewoon niet eerder aan toegekomen. Nee, ik had het druk. Ten eerste was Frodo vanochtend stout. Ten tweede ging er van alles en nog wat mis. Een oorknopje kwijt. Ik hoor hem vallen en ik kan hem niet vinden. Ik hoor weer wat vallen. Dat was het slootje ervan. Die vind ik wel, maar de oorknopje zelf, ik kan hem nergens vinden. Nou, toen is mijn begeleider geweest. Die heeft ook nog zelf weer aan het zoeken geweest. Daarna ben ik boodschappen gaan doen. Ik kom thuis, ik had net de booster in de schuur staan. En door de zon zag ik een schaduw aankomen. En die schaduw was Astrid. Dus ja, ook die kwam. Dus die was al lekker vroeg. Ook zij is weer wezen zoeken boven. Op een jando. Ik snap er niks van hoor. Nee. Moet toch ergens leggen. Je hoort hem vallen, dan moet hij toch ergens leggen. Nou, hij kan niet onder de kast gerold zijn. Want ik stond voor mijn linnenkast, nou daar kan hij niet onder. Ik heb nog een antieke kast staan, daar kan hij wel onder, maar daar kun je ook ruim eronder kijken. Onder het bed kun je ruim onder kijken, maar kleedje uitgeklopt, niks. Nou ja, het zal. Nou, dat meisje, die heeft al lekker gegeten een paar keer. Ze krijgt het zo meteen weer. Hé? Meisje, ja. Dus ja, ik hoop dat ze weer een beetje aan gaat komen. En dat komt hopelijk goed. En deze meneer, ja, die was vanochtend stout, maar hij is nou hartstikke lief. Hé? Ja. Hij is nou een lieve man. Hoe goed. En Kandolf die is net met Astrid naar buiten gegaan. En er komt toch een lucht aan zeilen daar boven zee. Wow. Halleluja. Kanonnen nog een toe dan. Echt. Had me mij. Ah, donkere lucht. Een hele donkere lucht komt eraan. Jongen nog een toe. Maar ja, kan zo geschieden hè. Zonnetje schijnt en ja, er komt een beetje donkere lucht aan en daar is het weer blauw. Maar ja, oké, dat gebeurt wel eens. Ja toch? Maar oké, ik ga vanavond een bomkool met een stukje vlees. Hetzelfde wat ik gisteren ook had aan vlees. En ik ga nou zo meteen een spelletje even doen, want ik heb de hele dag nog helemaal verder niks gedaan dan, ja, druk hebben met andere dingen. Nee, daar kan je niks aan doen. Nee, toch? En ik heb pijn in mijn schouderblad. Ja, ook mijn hele rug. Ik ben zo wakker geworden. Maar voor de rest mag ik niet klagen. Het gaat vandaag aardig. Ja, op mijn rug na. Maar, oké. Ik zou zeggen, geniet van jullie middag. Het is nu 3 uur op die klok daar. Ik zie hier ook niet een klokje op of zo. Maar in ieder geval, mijn horloge die zegt 3 minuten over 3. Nou, ook goed. Nou ja, maakt niet uit. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik wens jullie als eerst een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Ja, ik mocht eerst niet vloggen, want Carmen die is hier, die is aan het werk boven nu, dus ja. En ik had zelf nog even wat te doen, dus en even een spelletje gedaan, want ze was hier eerst beneden bezig, nou is ze boven bezig, dus ik ging even vloggen. En ik hoop dat ik er weer een beetje wat van kan maken, want gisteren, ja, Astrid die was er, dus ik heb helemaal niet gevlogd en gisteravond er ook niet meer aan gedacht en te moe. Dus ja, we gaan er gewoon weer tegenaan met een
Ja, en ik zal proberen ook vandaag weer wat in elkaar te zetten en het ook naar YouTube te brengen. Want ik hoef niet de deur uit, het is mij te koud, het is grijs, het is grauw, ja. Het ziet er niet te warm uit, in ieder geval middag is het ook winter voor. Die ligt daar lekker te slapen. Nou ja, slapen. Kwispel de kwispel, hè, kereltje. Ja, en nou, dan hebben we hier ons prinsesje natuurlijk, hè. Jij, schatje. Jij, hè. Ja, ze krijgt al wel weer een buikje, maar bij de achterpootjes is het helemaal ingevallen. Ja, ik hoop dat dat ook nog wat bijtrekt. Maar ja, ze is ook bijna 16, hè, qua mensenlevens. Oh, daar kwam geen geluid uit, schat. Nee, er kwam geen geluid uit. Hoi, vrouwtje lief. Ja, je krijgt zo weer eetjes, hè. Ja. En daar zit meneertje Kandalf. Hé, kereltje. Ja, die vindt buiten ook maar niks. Ja, je vindt buiten ook niks, je kerel. Ja, je vindt buiten ook niks, je man. En je ziet er ook niet uit. Je bent aan het plukken geweest. Jeetje, Mina. Ja, je bent knap aan het plukken geweest. Hier ook. Hele pluk uit. Of ben je buiten aan het vechten geweest? Dat kan ook nog, hè. Maar dat zie ik niet. Hè? Ja, en ik heb de vlooienbandjes afgehaald, want die waren ook uitgewerkt. 3 maanden. Eigenlijk moeten ze weer nieuwe, maar zolang ze geen vlootjes hebben, hè. Nou ja, komt wel weer. Maar dan haal ik witte. Ja, ik moet die zwarte dingen niet meer. Nee, vind ik niet zo fijn, die zwarte. Die zijn zo ontiegelijk dik ook. En je kan ze er amper omkrijgen en amper eraf krijgen. Dat niks voor mij. Maar oké, ik heb de kerstkaarten net opgeruimd. En ik heb ook de trouwkaart van Karin weer erbij weggehaald. Die ik hier nou. Dat is ook geweest, maar het gaat niet weg. Dat vind ik zonde. Maar die heeft het zelf gemaakt. Dus ja, dat doen we niet. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Ik probeer dat ook te doen. Het is trouwens vrij donker, ook in huis. Maar ik ga echt de lamp nog niet aan doen. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Ja, goedemiddag, lieve vrienden. En het is, hoe laat leven we? 14:58 en mijn internet doet raar terwijl ik bezig ben een vlog aan het uploaden naar YouTube toe. Ja, dat gaat met horten en stoten. En nou ja, Ewen die het net weer lekker zitten te eten. Hé, ja, meisje. Maar ik had gisteren dat Astrid bij me was, had ik 1 keer gevlogd. 1 film, want die heb ik over de hele dag, ja. Maar ja, maakt niet uit. Komt even goed wel erbij. Ja, anders vind ik het weer sneu ook allemaal. Doe het toch niet voor, hè? Jammer de kort achternaam. Maar oké, Carmen die is ook al een geruime tijd weer weg. Want hoe laat leven we? 14:58 zei ik al. Ja, en het is ook nog eens een keer de 29ste. En ja, ik probeerde er net al 2 vloggen naar YouTube te krijgen. Maar daar het internet zo vervelend doet, heb ik dat maar weer afgebroken, die ene. En deze die moet nou nog 93% is geüpload en nog 4 minuten te gaan. Dus ja, afwachten wat we doen. En als die klaar is, dan zet ik nummertje 2 erin. En als die klaar is, zet ik nummertje 3 erin. En ik ben een vlog aan het renderen. Dus, en ik heb nog 2 mappen, geloof ik, zo op mijn hoofd staan. Die van mijn camera al zijn. Op mijn camera staan ook nog 2 filmpjes. Plus deze wordt nummertje 3. Dat is van vandaag. Ja, dus ja, dat laat ik eventjes staan natuurlijk. Ik ben nou nog bezig. Nou, Frodo die is ook hartstikke lief. Geweldig gewoon. Kandalf die is boven, die ligt te slapen. Die hoorde me niet eens dat ik hem riep, want ik heb in de gang heb ik wat neergezet voor hem. Ik denk, nou ja, hij mag ook wat. De deur is ook open, hij kan binnenkomen, maar hij heeft me niet gehoord kennelijk.
Nee, maakt niet uit. Nee hoor. Dat, ja, ik ga eventjes afwachten wat die doet. Want ik is dus helemaal verder niet op internet. Ik kan niet naar Facebook, niks. Nee, want hij maakt enkel maar een hoop lawaai. Nog 2 minuten te gaan, dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, morgen kunnen jullie kijken. Ja. Doei, doei. Nou, ze is lekker aan het eten, zoals jullie kunnen zien. En daar ben ik super blij mee. Ja, en er zat nog een kop op ook. Ja, meer drilde wat anders. Van het vet. Maar ze doet goed nou. Ze is ook weer een klein beetje gegroeid in de buikie. Nou, de rest nog. Maar ja, je kan wel aan alles merken dat ze ook ouder wordt. Ouder is, ja. Ze is op leeftijd de kleine dame, de kleine prinses. En die is ook zo lief, ja. Nou, en de buurman die is geweest, die heeft zich even weer met mijn keukenverlichting bemoeid. Want de middelste boven de grootsteen, die deed het niet. Ik had er al een tik tegen gegeven, maar hij deed nog niks. En nou is hij even geweest en is hij mee bezig geweest. Maar het lampje was nog heel. Maar in ieder geval, dat dingetje, die pendjes die het vasthouden, weet ik van, dat was een beetje uitgeweken. Dat heeft hij weer bij elkaar geklemd, et cetera. Dus ja, nou zit dat weer goed, nou heb ik daar weer licht. Dus ja, hoe lang het duurt, weten we niet. Maar ja, er moet een andere oplossing komen als ik weer dat gesodemieter heb. Ik bel de woningstichting en ze moeten daar maar een andere oplossing voor vinden. Dat ik daar ook fatsoenlijk andere spotjes krijg. Want het gaat kapot allemaal. Ja, nou, het is aan hun. Die keuken die zat erin dat ik erin kwam. En dan moeten ze ook voor zorgen dat die lampjes aan het doen. Ja, toch? Maar oké, we wachten het af, hoe en wat. Als de, hoe heet het, één keer in het jaar komt er ook zo iemand langs om alle piepende deuren, et cetera, na te gaan. Nou, vraag ik het hem desnoods of kan je daar even voor zorgen dat daar wat anders komt of zo? Ja, dan hem maar een klacht indienen. Want ik heb daar geen verstand van, dan moet gewoon het internet. Ja, nou ja, hij is er ook trouwens nog 47 minuten, dan is hij ook klaar. Er is 54% geüpload. En het renderen, dat is ook bijna klaar, dat is 96%. Dus ja, komt ook goed. En ja, ik zal eventjes een appje de deur uit doen naar mijn begeleidster, Sandra. Kijken hoe laat die komt, wil ik ook even weten. En ja, dus, en ik ga even een spelletje doen. Ja, heb ik al nou een tijd niet meer gedaan vandaag. Ik heb vanochtend, maar vanmiddag niet. Dus we zullen het even beleven. Eventjes aan mezelf denken, dat moet dan maar even lopen. Ja toch? Maar oké, ik ben blij dat mijn meisje eet. En ik zou zeggen tot strakjes.